Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen, dat de Heilige Geest, de geest van het leven, het eeuwig leven, van het eeuwig leven, dat is de Heilige Geest. Dus wie de Heilige Geest heeft, die heeft de garantie van het eeuwig leven. Is dat niet mooi? Dat is glorieus, toch? Wie de Heilige Geest heeft, heeft de garantie van God dat hij het eeuwig leven zal erven. Dat hij de eeuwigheid met God zal doorbrengen. Dus wie de geest van God heeft, die vreest niet voor de dood, vreest niet voor het leven hier op aarde. Wie de Heilige Geest heeft, heeft het leven van God in zijn binnenste. Wie de Heilige Geest heeft, wil altijd geven. Wie niet de Heilige Geest heeft, wil altijd ontvangen. In feite, er zijn mensen die vragen, bisschop, hoe kan ik weten of ik wel of niet de Heilige Geest heb? U hoeft slechts uzelf te evalueren. Bent u die persoon die altijd iets wil geven? Geven, wat geven? Het woord dat God gegeven heeft. Hetgeen wat God gegeven heeft. Wanneer wij de Heilige Geest hebben, de Heer Jezus zei, dan worden wij als een bron. En de bron, wat is de karaktereigenschap van een bron? De bron geeft, biedt, is altijd aan het geven, aan het stromen, aan het vloeien. Dag en nacht, maakt niet uit of er regen is, of al goed weer is, of er vakantie is, of werk is. Nee, de bron is altijd aan het stromen. Waar die bron ook is, daar zal die bron aan het stromen en aan het vloeien zijn van hetgeen wat God gegeven heeft. En dat is de Geest, de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest heeft, heeft de geest van het leven, van het eeuwige leven. Heeft de woorden van God. Mijn woorden, zei de Heer Jezus, zijn geest en leven. Geest en zijn leven. Dus toen hij zei geest, dan weet je het al. Dan is de Heilige Geest. En leven, dat wil zeggen het eeuwig leven. Het eeuwig leven. Dus beste vriend en vriendin, zodat u kunt weten of u wel of niet de Heilige Geest hebt, dan dient u alleen maar af te wegen, te evalueren, te analyseren en te bevestigen. Bent u iemand die altijd beschikbaar is om te geven, om te bieden wat u van God ontvangen hebt, dan heeft u de Heilige Geest. Als u die persoon bent die bezorgd is om te ontvangen wat u zult hebben, u bent bezorgd met het komende jaar, u maakt projecten voor het komende jaar, sorry, maar ik denk dat de geest ontbreekt daar, want wie de geest heeft, wil altijd geven. Daarom zei de Heer Jezus. Jezus zei, wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, en hij refereerde naar de Heilige Geest, het water des levens, het water van het leven dat eeuwig is. Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, dit water, oftewel de Heilige Geest, zal in hem worden tot een bron, stromend tot eeuwig leven. Dat is wonderbaarlijk, glorieus. En dat is wat God ons gegeven heeft, en dat is wat wij hebben getracht om te geven aan anderen. Geprobeerd om aan anderen te geven, aan anderen door te geven. En alleen de Heilige Geest, de Geest van God zelf, kan de mensen overtuigen van deze waarheid. Dus, beste vriend en vriendin, dit is de waarheid. De Heilige Geest is degene die leven geeft en het eeuwige leven. Wanneer de Heer Jezus spreekt over leven, dan heeft hij het over het eeuwige leven. Wanneer hij het heeft over de dood, dan heeft hij het over de eeuwige dood. Maar het is een dood waarbij mensen niet sterven, waarbij de ziel niet sterft, maar alleen de dood van het lichaam. Dit lichaam blijft hier achter. Deze dood beschouwt hij niet eens. Hij beschouwt de eeuwige dood. En dat is dat de persoon de eeuwigheid doorbrengt ver van God. Samen met
Hetgene, alle kwaad dat er bestaat op de aardbol. Iedereen zal bijeen vergaderd worden, al het kwaad en zijn kinderen zullen samen zijn. En ze worden gekweld en ze verderven voor alle eeuwigheid in de hel. Maar, echter, zij die de Heilige Geest hebben, die van God zijn, deze zullen de eeuwigheid met God leven. Nou, let goed op. Ik weet dat veel mensen er niet van houden van deze toespraak van mij, om te spreken over de eeuwige dood. De mensen willen horen over het eeuwig leven, alleen maar het leven. Alleen maar woorden van hoop, woorden die stimuleren, maar er zijn anderen die er niet van houden om de waarheid te horen, die mensen erop wijzen, die waarschuwen, net als de oranje licht bij de stoplicht, voor degenen die gered zullen worden. Jezus zei het volgende. De geest, de Heilige Geest, is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar, zei de Heer Jezus, er zijn sommigen onder u die niet geloven. En hij sprak met zijn discipelen en zijn volgelingen. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Weet je wat er gebeurde toen de Heer Jezus dat zei? Toen hij de andere kant van de munt besprak. De Heilige tekst zegt dan, van toen af, vanaf dien, trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Dat is het. Er zijn mensen die alleen maar willen horen wat aangenaam is. En wij zijn niet hier om te trachten hoop te brengen voor een wereld die veroordeeld is. Dat bestaat niet. Hoop brengen voor degenen die geloof hebben in God. Maar voor de wereld die veroordeeld is, er is geen hoop. Die zal veroordeeld worden. Ze zijn al vuur aan het vatten. De wereld is al vlam aan het vatten. En de Heer Jezus wist dit. Hij wist dat toen de tijd dat Judas hem verraden zou. En ook de andere discipelen zouden hem achterlaten. De Heer Jezus stelde dan de volgende vraag. Wilt u ook niet weggaan, degene die achterbleven? Zij die achterbleven, de Heer Jezus vroeg het hun. Simon Petrus antwoordde hem, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Goed, beste vriend en vriendin. En wij als discipelen hebben de verplichting om de waarheid te spreken. Ook al zal de waarheid pijn doen. Ook al zullen velen zich terugtrekken. De waarheid is wat vrijmaakt. Is hetgeen dat de persoon vrijmaakt. Dus God zij dank daarvoor. Degene die de geest heeft, de Heilige Geest heeft, apostel Paulus zegt ook, als iemand de geest van Christus niet heeft, deze behoort hem niet toe.
Dat is verschrikkelijk, toch? Maar het is wel de waarheid. Niet allen zijn van God. Dus u, beste vriend en vriendin, die hebt gehoord spreken sinds kinds af aan, alle zijn kinderen van God. Iedereen is een kind van God. Aan het einde van de dag, God is liefde en hij zal niet toestaan dat er iemand naar de hel gaat. Dat is niet waar, beste vriend en vriendin. Dat is een leugen, dat is bedrog. Dat is onzin van de duivel. Zodat de mensen blijven doorleven zoals zij het willen, in de zonde, en denken dat aan het einde van de dag iedereen gered zal worden. Dat is helemaal niet zo. Want er staat geschreven. En wat geschreven staat, is wat telt. Jezus zei, wie in mij gelooft, ook al sterft hij, zal hij leven. Maar zij die niet in mij geloven, die zijn al veroordeeld. Ze zijn al veroordeeld. Dus er zijn diegenen die geloven en diegenen die niet geloven. Wie geloven, volgen Jezus. Wie niet geloven, die gaan weg. En u, beste vriend en vriendin. Wij zijn het einde van het jaar aan het benaderen. En ik vraag, heeft u al goed uw leven onderzocht? Want veel mensen die onder ons waren, een jaar geleden, zijn er vandaag niet meer. En waar zijn hun zielen naartoe gegaan? Alleen God weet het. Alleen God weet dat. Maar één ding weet ik, dat zij die de Heer Jezus als enige Heer en Verlosser van hun leven hebben geaccepteerd en zich in dit geloof behouden, deze zullen gered worden. En dat is de grote overwinning van degenen die in God geloven en trouw blijven en trouw zullen blijven tot het einde. Dat God jullie allen zegenen en tot morgen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.